mensen en welkom weer in een nieuwe, ja, in een nieuw pretpark, hè. Ja, in een nieuw pretpark in No Limits 2. We zitten hier in het wagentje en ik vraag me eigenlijk af of dit wagentje wel rijdt, want we staan hier al een tijdje stil. Maar in ieder geval, we gaan eens een kijkje nemen in dit geweldige parkje. En dit is de achtbaan die we vandaag gaan doen. En ja, het ziet er in ieder geval al een leuke achtbaan uit. Ik ga er eventjes een print screen van nemen, want het ziet er toch wel heel mooi uit allemaal. Voilà, de print screen is al genomen, zie. En dan gaan we in het achtbaanwagentje stappen en volgens mij, ja, moeten we gewoon eventjes wachten. En dus was dat gewoon het treintje die in het rageerstation staat en die gaat niet rijden. Goed, we zetten ons in ieder geval al aan het poortje. We doen het zo'n beetje. Voilà. Oké, zo moeten we dat dus niet doen. Oké, zo moeten we dus wel doen. We moesten op A drukken. Op A moesten we drukken. Voilà. Oké, dus nu wachten we eventjes aan het poortje. Waarom zit ik hier nog altijd te vliegen? Oké, dus nu drukken wij op A en nu vallen wij neer, maar er gebeurt niet veel echt. Nu drukken we op A en... Nou, kunnen wij eigenlijk... Ja, oké. Okay. We wachten gewoon tot wanneer de achtbaan eraan komt. Ik denk gewoon dat dat het beste is. We staan totaal verkeerd. Voilà. We moeten hier staan. Dan wachten we tot het poortje open gaat. En dan kunnen we gewoon in de achtbaan. Zo simpel is het. Mag eventjes. Ik hoor ook al muziek. Maar het wordt altijd een beetje spannender als er wat muziek bij is. Wachten eventjes. En we wachten tot de poortjes open gaan en dan gaan we in het wagentje, wat wel logisch is. In deze fantastische mooie blauwe achtbaan. En horen de muziek. We maken het alleen maar spannender, want ja, we kunnen eindelijk, na een uur wachten, kunnen we eindelijk in deze fantastische leuke achtbaan. Ja, 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 ja. We halen er eventjes F2 erbij, zodat we de snelheid van de kolos kunnen zien. De kolos. Klinkt mij bekend voor. Ik zal eens kijken van waar die achtbaan vandaan komt. Ik haal eventjes mijn gsm erbij. Dan kunnen we de trapjes opzoeken waar deze achtbaan staat. De kolos, of misschien is het gewoon een, ja, achtbaan dat niet bestaat, maar denk ik dat die bestaat of zo. De Colossus Coaster, een achtbaan in Californië staat er hier. Dit is dus een achtbaan in Amerika die we nu gaan bestrijden. En ja, deze achtbaan ziet er ook zo uit als de achtbaan die ik heb opgezocht. Dus here we go! Daar gaan we! Met zo'n snelheid van 100 per uur. Het gaat dat uiteraard wat sneller worden, want we zitten in een achtbaan. Kijk eens hier. We gaan naar beneden met zo'n 70 km per uur, denk ik. En het was ook exact 70 km per uur. Was mooi gehokt. Ik vraag me eigenlijk af hoe we dit wel kunnen halen, want dit is toch wel redelijk hoog voor 70 km per uur. Maar hij haalt het ook maar net. Dus dat is echt perfect ook gedaan. Misschien krijgen we nog een lancering, wie weet. Dat kan allemaal in 0 en 2. En nog eens over de kop. Krijgen we hier een bochtje. Gaan we zo een paar keer over de kop. En 1 keer over de kop, en 2 keer over de kop, en 3 keer over de kop, en een 4e keer over de kop, en misschien nog een 5e keer, nee, een 4 keer over de kop. Dat was heel leuk gedaan, dat was zo wii, 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 een paar keer over de kop geweest. En hier krijgen we de 5e keer dat we nog eens over de kop gaan. En dat is alweer het einde van deze baan. Een heel leuke baan, de Colossus. We gaan eens verder kijken in het park, want het is een park dat ik gedownload heb en misschien staat er wat meer in dan één achtbaan. Ik ben eens benieuwd. Daar gaan we in de lucht. We vliegen door de hemel heen, zodat we eens goed kunnen kijken. En nee, ik zie dat dit enkel alleen deze achtbaan is. Dus ja, heb je genoten van deze video, doe dat blauwe duimpje zeer omhoog en abonneer mijn kanaal. En het is zoals bij mijn vorige video's zeg, heb je de 1000 likes, heb je de 1000 abonnees niet op jouw kanaal, dan abonneer ik jou terug. Zodat we samen 1000 abonnees kunnen halen en zodat we geen inkomsten verliezen.
Dus ik zou zeggen, abonneer, abonneer, abonneer. En zo helpen we gewoon elkaar. In ieder geval bedankt om te kijken. En tot de volgende video. Tot dan. Dag.